Nou, een hele goede morgen mensen. Vandaag hebben we niemand minder dan Bilal Bahib op de lijst, op het lijstje. Ik ben super enthousiast om het te volgen. Heel enthousiaste jongen, hele leuke jongen. Natuurlijk, voordat ik begin, jullie weten hoe ik begin, een dikke shout-out naar mijn sponsor. Allmobile Cars, ze sponsoren mij. Ze hebben me deze geweldige auto gegeven. We gaan nu even naar Derga voordat ik naar Bilal ga. Daar is Neuzat, een vriend van mij. Neuzat die is heel erg geïrriteerd als ik me niet gedraag. En ik denk dat hij heel veel spijt gaat krijgen, want ik kan best wel irritant zijn, weet je. Dus hij kan er niet tegen als ik een beetje grof doe. En ik hou er wel van om een beetje bij de grensjes te lopen. Dus we gaan Neuzat even irriteren, jongens. Dit is Neuzat, mensen. Salaam alaikum. Ik ben aan het doen. Snijden. Kijk die. Ja. Hey, Check them. Hij loopt twee katten op straat. Zegt de ene kat tegen de ander, alles goed. Waarop de ander antwoordt, ja, maar jou. Really, nigga? Staffelen. Waarom staffelen? Dat zeg je niet. Tigga, ik ben Turk. Fakka. Hoe is het? Lekker? Gaan we nu naar met jou? Ja, man. Bro, ruim dan. Zijn moet je wat drinken, bro. Ja, loont Bille. Waarom bel je dan, jongen? Maar, we gaan eten in de studio, man. Want we hebben een sessie met Hef en Reefers. Ja, man. Maar we weten, ik heb dus allemaal dingen al gehaald. Rap je ook? Ja, toch. We gaan de titelsong maken van... Oh, van de Libby, hè? Van de Libby. En wanneer komt die uit? 5 juni is de première. 13 juni in je bioscoop. Je weet toch, vroeger er is elke partij in Nederland. Meisjes ook bijna hier, Oussema. En dan wil je naar buiten. Word je vaak herkend op straat? Weet je wel, man. Het is leuk, man. Jullie mogen altijd komen. Sinds Mokro Mafia echt drempel. Dus gewoon zo. Nee, ik hoef je niet vloggen, man. Niet aan, gewoon niet aan. Gewoon. Je bent niet aan, gewoon. Nee, niet aan, man. We zijn met Koepen, een paar pika's aan het maken. Daarna ga ik jullie meenemen. Gaan we lekker naar Zandvoort. We gaan niet op het strand, maar we hebben daar een zwembad van Center Park. Die is open tot 8 uur. Maar is het niet koud om te zwemmen, man? Ja, maar ja, I don't give a fuck. Jeetje toch, alles voor de film. En daarna gaan we naar de studio, want daar is onze iftar. Daar gaan wij een ftoor hebben, je weet toch. Gaan we even eten daar zo, gaan we Oussema even naar huis droppen. Okay. En dan ga jij lekker met mij mee eten, man. Ja, dat is de communicatie van de denkbare denkwijze, man. Je bent vast vandaag? Ja, man, alhamdulillah, man. Oké, lekker bezig, maar hoe gaat het? Alhamdulillah. Hoe oud ben je? 15 of 15. En hoe oud was je toen je begon? 11. Strijdensysteem, jongen. Er is gewoon naar mijn moeder toch, die me zo heeft behandeld. Ja, lief man, lief man. Doe ook een S1M. Denk eens verder naar jou, man. Is goed, boy. Salaam alaikum. Salaam, broeder. Rustig gaan, hè? Hé, jongen, rustig gaan, hè? Verdien je ook zo'n beetje met acteren? Oh, dit soort vragen. Ik mag niet klagen, alhamdulillah. Nee, man, het is wel gewoon mijn werk, toch? Dus het is logisch dat ik wel geld heb. Is het ook echt iets wat je maandelijks vast binnenkrijgt? Nee, of is het... nee. Het is gewoon per project, toch? Ja. Maar hoe ga je dat dan doen als je later een huis wilt of je wilt een auto en je hebt echt vast inkomen nodig? Ja. Heb je gedacht? Nee, wel. Daar heb je geen vast inkomen voor nodig eigenlijk. Als de bank ziet dat je goed verdient, ja. Gewoon, dan gaan ze je gewoon een lening kunnen geven of ze gaan, je weet toch. Maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is gewoon... Acteren nu is gewoon eigenlijk mijn hobby. Ik vind het gewoon leuk. Echt leuk. Je weet toch. Ja. Je gaat er niet rijk van worden. Maar met zingen. Ik zing ook. Je weet toch, dat boy kan zingen. Omdat ik het kan vragen, wat is in welke richting ga je op als je echt een goede project doet? Is het dan tussen de 5 en 10.000 of? Een goede project is rond de 50, 60. Doezoe. Ik grap met mijn handen. Een goede serie pak je wel 50, 60, 70, 80. Zie je, dus elk project is anders. Snap je? Dus ik weet het niet. Ik zeg nu zomaar bedragen, maar daar zit het wel naar te gaan. Maar zijn het ook je ambities naast ja, man, tuurlijk, man. Naar Amerika gaan? Ja, man, tuurlijk. Maar ja, er moet gewoon één iemand goed in jou geloven. Die ziet van, hé, deze man, zijn neus is precies daar. Zijn ogen zijn precies daar. En can you speak English? Of course I can speak English. You know, do you want something? I do that, you know? Maar heb je al iemand die zo in je gelooft? Ja, sowieso.
Ikzelf. Je weet toch? Dus dan komt het sowieso goed. Vloeken de risk. 100.000%. Calvinisme, man. Love. Love. Let's go. Dus je zou dat blijven komen. Ik ben met Oesie, je weet het. Hey Joe, wat doe je in mijn buurt? Wat doe je in mijn buurt, brada? Je hebt gelijk, zwaar. Je hebt gelijk, brada. Jetsen. Ik ga je spreken, Cooper. Later, boys. Ciao, ciao. Lobby. Ja, man, ik ben nu met Oes. Ik ben met Dylan. Je weet het. En vandaag vasten met gasten met deze twee. Jetzo. Wat gaan we doen? Vertel. We gaan zwemmen, man. Let's go. Zandvoort. Ja, gaan we naar Zandvoort? Ja, man. We hebben net een fotoshootje gehad. Okay. Nu gaan we naar Zandvoort. Je weet toch. Vloeken de risk. Ilias is mijn oog. Ja, waarom? Zo kan het niet zijn, man. Laat dat Ilias in mijn telefoon. Ilias. Verander dan niet, want dan hou je hem zo. Hoe oud waren jullie toen die begonnen met vasten? 13, 14. Marokkanen begonnen alles vroeg, hè? Marokkanen begonnen alles vroeg, hè? Wat dan? Billa begon vorig jaar. Marokkanen. Nee, ik had een gekke dictator wel. Mijn vader maakte me bidden. Ja, ik was ook 13, 14 toen ik begon. Maar dat deed ik halve dag wel, halve dag niet. Of ik deed gewoon de helft mee, de helft niet. Ja. Dat was gewoon die. En net die toen ik mee moest doen met Ramadan? Naar rechts, man. Waren mijn vader en moeder waren toen gescheiden. Nog steeds? Of, ja, man. En je woonde alleen met je moeder? Ja. En hoe was en dat dan? Zus. Hoe was dat als. Als jonge tieners. Als jonge tiener van zonder vader of was dat niet moeilijk? Tjala's. Ja? Echt tjala's, man. Zie je hem nog wel eens, als ik graag mag? Ja, man, ik zie hem soms. Maar ben je goed met hem of is het zo'n relatie dat je gewoon helemaal niet meer met hem praat? Ik praat niet meer met hem, maar mijn zus praat wel nog met hem. Okay. Ja, man. Wat vindt hij van je acteursucces? Wat? Wat vindt hij van je acteursucces? Mijn vader. Ja. Ik weet het niet, man. Eerst was hij wel hard. Hij is sowieso trots, bro. Ja. Of je het nou wil of niet, man. Simpel. Ja, man. Hij gaat dik. Aan het eind van de dag, bro, hij ziet die shit toch. Je weet toch? Ja, aan het eind van de dag ziet hij zijn talent toch. Dus die man gaat, je weet toch, of je het nou wil of niet, je wordt bijna gedwongen om die succes gewoon te liken. Ja. Simpel. Je weet toch? Het is het gewoon, man. Het is heel erg gewoon goed, simpel. Ja, als een vader niet trots is, dan ben ik trots. Je weet zelf, gaan. Ja, papa. Hier rechts of links? Nee, rechts. Links, man. Ik dacht, we doen deze rechts. Links, man. Bij jou is het echt heel apart gegaan, man. Bij jou was het. Bilal is gewoon opgekomen van project naar project. Maar bij jou is het in één keer gewoon bam, ontploft. Ja. Als je gewoon eerlijk bent. Eigenlijk heeft die man er harder voor gewerkt dan ik. Als je aan het eind van de dag kijkt, jij. Want nee, hij heeft... Ik ben gewoon eerder begonnen, bro. Ja, maar jij hebt een heel proces moeten. Je weet je toch? Ik kwam in één keer. Ja. Dus aan het eind van de dag heeft God me bijgestaan, sowieso. En daar ben ik God ook dankbaar voor. Altijd sowieso. En ik ben blij met de ontwikkeling van mijn leven, je weet toch? Ik ben sowieso blij met hetgeen wat ik heb bereikt tot nu toe. En wat zijn de plannen voor de volgende projecten? Bilal, kan je daar wat meer over vertellen, toch? Ja, man. Ik ben nu bezig met een nieuwe serie, Commando's. Die komt er binnenkort op Nederland 3, Nederland 2. Daarna ga ik in de nieuwe serie spelen van Halina Rijn en Clarice van Houten. Woe! Dat is wel leuk. Dat is wel leuk, man. Ja, man, dat is wel tof. Tenminste, ik weet niet of dat nog online mag, maar ik heb het gewoon gezegd. Daarna ga ik Mokra Mafia opnemen, maar met deze andere tijger hier. Seizoen 2 komt, oké. Okay. Ja, man. En zijn er ook nieuwe acteurs die er ook gaan komen? Of is het gewoon precies hetzelfde? Ilias. Ilias, welkom. Ik wil zie, die grap is niet goed gekomen. Ismael, is maar. Nee, bro, is hij serieus of maakt hij gewoon grappen? Bro, hij is echt serieus, bro. Nee, maar deze man geen. Ik ben echt, maar je moet weten, bro. Als ik dit heb, dan betekent ik heb lang. Bro, maar nu ben je ook de lul, dat weet je toch? Ja, ja, maar dat gaat de hele dag gebeuren, bro. Nee, man. Ik zweer het. Villa kan niet, man. Nee, is mijn Aula. Kunnen we het niet meer doen? Wat is er? Sorry. Jonko, zit niet aan drugs, jongens. Dat is niet goed. Nee, mensen. Stay stoned. Kom je daar gewoon openlijk van vooruit dat je bloot? Wie, ik? Ja. Ja, maar ik bloot niet. Ik bloot niet veel, man. Ik zeg je heel eerlijk, vergeleken met... Hij lacht nu. Ik bloot niet, broer. Hé, hey, ga zulke dingen nee, niet zeggen. Hij zei dat. Ik bloot niet. Hé, hey, je weet, als je gelijk een verdediging gaat, niet. Dan weet je lach. Stop die shit. Nee, maar dat zei hij net. Ik bloot niet, man. Nee, hij bloot niet, man. Ik zweer niet, maar... ik bloot niet. Ik zweer, ik bloot niet. Mensen, ik bloot niet. Het is niet goed voor je gezondheid. Ik ga je een pak slaag geven, broer. Op deze Ramadan, broer. Blow is niet goed. Rij, man. Dat was Ashraf, man. Dat was jij niet. Nee, ik heb Ashraf ook wel.
Ja, dat bedoel ik bij Oosterpark. Ja. Maar, dat was ook niet. Dat was een rare toy. We zitten op Vondelpark. Ik zie deze, maar voor mij zag het er gewoon raar uit. Ik zit daar zo te lachen. Even hij gaat hem eerst met, dan ga ik hem vertellen. Ja, okay. Dus ik zit zo te tillen, chillen. Deze man was weg. Hij was in een andere dimensie met zijn hoofd. En die Ashraf ook. Dus ik zie ze stoeien. Ik begin te lachen, je weet toch? Op een gegeven moment, ik draai naar links, ik draai naar rechts. Ik zie ze beginnen gewoon pompers met 400 km per uur uit te delen. Ik zie hij bukt, hij geeft hem de, hij geeft hem terug. Ja, hey boys, rustig man. Wat heb je dan? Nee, kijk, je weet toch. Die man wilde stoeien. Je weet toch, als je gaat bed. Hij wilde stoeien. Maar... ik kan niet tegen mij, eigenlijk, ik ben heel lastig met stoeien. Hey, wacht, stop, even er tussendoor komen. Ik heb ook met Ashraf gestoeid, laatst vorige week nog of zo. Die man kan niet stoeien, nee. Hij wordt boos. Hij wordt gewoon boos. Ja, hij wordt kanker, hij wordt gewoon Het is gewoon niet leuk. Ik zit met hem een beetje te je weet toch, hij komt gewoon in alsof hij met je gaat vechten gewoon, je weet toch. Ja, vond ik het ook leuk, begin ik met je mee. Ik vind het ook, vind ik geen stress. Als jij gaat, ga ik ook. Je weet toch? Ja, Amsterdam West, op zijn tand. Mag ik jou wel één ding zeggen, man broer? Ja. Gewoon zonder jokes, gewoon. Je rijdt wel echt als een opa, man. Ik was in vorig jaar vast met gasten vet slecht aan het rijden, dus ik denk deze keer gewoon mijn gasten gewoon... Hij is gewoon tijd aan het dooien, broer. Nee, maar je moet geen tijd dooien, broer. Want we maar tot 8 uur hebben we maar die zwembad. Suus, jij zei nog ding, 2 uurtjes. Ja, maar tot 8 uur is die zwembad, dus dat is nog 2 uurtjes vanaf nu. Maar hoe laat zijn we daar dan? We zijn er met 25 minuten, dus we gaan een uurtje zwemmen. Geen stress, man, bro. Ja. Gewoon een beetje water op je gezicht gooien. Ja. Hoe zijn jullie qua geloof opgegroeid? Want het is wel vast met bro, ik zat altijd op moskee. Mijn moeder gaf zelfs les op moskee. Wist je dat? 100. En alleen, je weet toch, de eerste paar jaren, je weet toch, was ik er altijd. Op een gegeven moment ging ik voetballen, dus kon ik niet opdagen. 100. En toen... Hij wordt gek, hij heeft echt geen tuurlijk, bro. Als jij hem achter het stuur zet, probleem. Maar ja, mijn moeder gaf les. Mijn vader was altijd streng van je gaat naar moskee. Je weet toch, niet streng, het is eigenlijk gewoon goed. Ja. Je weet toch, aan het einde van de dag. Dus ik heb wel het een en ander meegekregen. Maar met de tijd ben ik het ook een beetje gaan vergeten. Niet vergeten, soort van, ik heb het een beetje losgelaten. Wat denk je dat dat komt dan? Broer, het komt gewoon de afleiding. Door de tijd van nu, telefoon, social media en jezelf. En nu op een gegeven moment, nu ben ik het weer aan het oppakken. Je weet toch, sinds dit jaar ben ik het weer wat serieuzer gaan... soort van, ja, ik ben het gewoon wat serieuzer gaan nemen. Ik weet wat meer en ik ben wat vaker in de moskee te vinden. En wat meer bezig met geloven. Dus aan het eind van de dag ben ik er altijd mee bezig. Soort van. Maar kijk, wij waren niet echt praktiserend of zo. Je weet toch, waren niet, maar mijn vader had wel gewoon regels. Ja, die regels moesten we gewoon nakomen of je het nou wilde of niet. Je weet toch. Maar daarnaast, ja, we waren ook gewoon losjes. Je weet toch, mijn vader was ook gewoon losjes. En vind je dat goed dat je vader streng was? Ik heb daar niks van te vinden toch. Het is gewoon, ja, ik vond het vroeger kut, maar nu is het gewoon nu. Als ik nu, hoe ik nu denk, denk ik wel thanks. Nu ken ik tenminste nog een Sora. Je weet toch. Vroeger ken ik echt veel, man. Nu ken ik er ik had ook geen vroeger, maar ik ja, zweer je. Nee, nu ken ik er nog steeds een paar. Ik ken er nog wel. Ik ken 6, 7, 8. Ja? 10 zelfs, man. Ja, maar dat komt dan denk ik ook gewoon omdat je moeder daar werkte, ja, je man, weet toch? Mijn moeder gaf les. Ik kreeg thuis ook les, je weet. Wij speelden alleen daar, maar we kregen alleen maar klappen, sabi, man. Ik kwam er nooit. Want mijn moeder docent was dekelax, begrijp je? Mijn moeder was docent, dus ik kwam gewoon niet. Nee, ik kreeg altijd klappen. En mijn zus kreeg klappen. Hoe zit jullie in de zin van met kennis en... Ik ga niet zeggen dat ik... je bedoelt de kennis? Zoon van een imam ben of zo, maar ik weet wel het een en ander gewoon. Ik weet ook het een en maar ander, ook weer niet. Maar ook weer niet. Je weet toch, dus bepaalde dat, dingen... Je mag me alles vragen, maar je weet toch, soms gaat die... Jullie zijn van de Malik, je bent schoon, neem ik aan, toch? Wat zeg je? Jullie zijn Malik, of niet? Ja, toch. Hé, Bilal? Hoe bedoel je Malik? Nee, maar ik begin... Gast, wat doe je zo voor? Ik zeg ook ja, maar ik weet. Broer, zeg je hoe die 12-achtige ja was? Ja, broer, ik weet niet. The fuck is dat, broer? Wat is dat, bro? Leg uit, man, leg uit. Nee, toch niet, Links, bro. Je moet ook beseffen, deze man links, is links. Links. Ook beseffen, ja, bro, jullie zeggen dingen ook anders. Net, ik kom naar Jumu'ah. Ik kom naar Jumu'ah. Weet je hoe die dat geschreven was? Jumu'ah, bro, vrijdag gebed. Ja, maar weet je hoe die had geschreven? Nee. Wat het Turkse woord? Was iets van, je heet toch? Sumu'ah. Ik dacht, wat is dat, bro? Bro, je hebt toch ook Turken zeggen, je hebt Mohammed, je hebt ook Mehmet, toch?
Nee. Ja, schil, je hebt Bilal en je hebt Bilal. Bilal. Mehmet. Bilal. Ja, ja, ja. Turken zeggen het ook Beylul. Welke Mehmet? Ik heb veel Mehmet hoor. Bro! Hé hey, bro, dit is niet goed. Die man wilde bijna rijden als hij met mijn rood. Die man draait al 4 keer om. Ik kan niet meer nemen, wat heb je nou op kraan met deze auto? Broer, wat is dat? Probleem, bro. Hey, nee, weet je zeker naar links? Ja, man. Nee, balla niet. Nee, wat doe je allemaal? Nou, waarom stop je naar links? Nou, maar niet uit, hier naar rechts. Gisteren, hier naar links. Hier naar links. Wat, wacht, wat is Melik? Zeker wel. Leg me wel even uit, man. Hey, shit. Wat is Melik, man? Nee, Melik is... Melik is koning. Melik. Melik, asabi. Melik van die angel, toch? Van die engel, toch? Of niet? Hey, jij moet echt je mond houden. Of zeg iets wat je weet, of anders moet je hem laten praten. Broer, jij moet helemaal je bek houden. Je doet een Marokkaanse koning of wat? Ja, de Melik. Hij zegt Melik. Ik denk, bro. Hé, bro, man. What the fuck, man, bro? We lopen te kloten, bro. Je gaat Barbas onder die reacties zien, bro. Ze gaan ons komen halen, bro. Dit is niet goed, man. Nee, rustig, man. Nee, het is niet erg als ik iets niet weet, man. Kom op, man. Daarom. Je moet ook tanken, waar is het tankstation nou? Nee, we gaan straks tanken. Shit, ouwe. Weet je wat ik moet tanken, bro? Ik hoef niet te tanken, schat. Dag! Die Turku, ken je die? Welke Turku? Ik ga nu voor je trekken, bro. Nee, hoeft niet, hoeft niet. Broer, je moet hem zien, bro. Die kill, ik weet precies wie we zijn. Samen met die Gucci pet. What the fuck, lul je allemaal, die in auto's, die in autosketches maakt. Nee, dat is die rijschool, toch? Ja, man, dit vind ik niet gaande. Dit vind ik ook niet gaande, bro. Hij moet echt zichzelf weggooien. Hoe heet hij? Dit, bro. Het is gewoon serieus, hè? Oh, deze ken ik, bro. Duh. Als ik het zo uitleg, ga je niet gelijk weten wat ik moet doen. Oké, leg me uit. Melikje. Hebben jullie het nu begrepen? Ja, maar je moet het nu uitleggen. Je weet. Ja, dat ga je uitleggen. Hebben jullie het nu begrepen? Het zegt gewoon precies hetzelfde. Dat is net. Je hebt Hanifi, je hebt Hamili, je hebt Malik en je hebt Shafi. Wacht, doe even die raam dicht. Zijn dat niet die, bro? Zijn dat niet die engelen? Nee, je hebt, dat is wat anders. Dat is, dat is Azra, Jibreel en zo. Oh ja. Nee, maar ja, ik bedoel de bedscholen. Want zeg maar, als je naar de moskee kijkt en je ziet dat Turken anders bidden dan Marokkanen. Turken bidden echt anders dan Marokkanen. Ja. Die tijd na de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam had je zeg maar, veel verwarringen over bepaalde hadiths en ook Koranversen, weet je. Ja, ja, ja. En toen had je de grote imams, 4 grote imams, en die hebben een wetschool opgericht. En ieder die een wetschool zeg maar, volgt, is allemaal gewoon goed bezig. Dus niet dat de ene beter is of dat de andere goed is of slecht is. Heel kort gezegd, kijk, er zijn bepaalde dingen die mensen van de profeet hebben gezien. En de ene zegt, zij was een keer bloed bij de bank van ons profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja. En zijn vrouw deed het weg. De Shafi wetschool zegt dat hij de woede opnieuw heeft gedaan omdat zijn vrouw hem heeft aangeraakt. Ja. En de Hanifi zegt omdat hij bloed had. Okay. Dus hoe kunnen wij weten welke van de twee het is? Dus je daarom... Met vrouw, je bedoelt met vrouw, bedoel je ook jouw vrouw? Ja. En het is niet dat er meningsverschillen zijn met verkeerde bronnen, hè. Dus het is allemaal goed. Dus wat de Marokkanen doen is goed en wat de Turken doen is goed. Ja, we waren net in de auto, veel gesprek gehad, GoPro viel uit. Dus jammer genoeg. Jammer genoeg, mensen. La. We gaan zwemmen, mensen. Hoe lang hebben we om te zwemmen, Bilal? 30 minuten en 50 uurtje, seconden. Een uurtje. Wat doe je nou? Kom met die Koen Kardashian grapjes op me af en shit. Kardashian is je neef, toch? Zijn vader, ja. Waarom mag ik een Kardashian niet? Hè? Ja, mag je niet? Ik hou van hem, man, broers. Ja, hou van hem. Je weet zelf, man. Je moet nu met die Tata vragen naar moet je komen. Ja, vader. Vragen. Ja? Wat vind je van homo's? Homo's moeten gewoon doen wat ze doen, man, bro. Je weet toch, ik heb niks met ze, ik heb niks tegen ze. Waarom lach je? Huh? Nee, hij gaat een goed uitleg geven. Hè? Is geen uitleg, broer. Het is gewoon leven, man, broer. Je bent op de wereld, man, bro. Leef, broer. Wat ga je naar mij luisteren? Ook al vind ik er wat van. Doe je ding, man, broeder. Vind je er wat van? Broer, ik vind wat van mezelf, broer. Ik moet mezelf leven, man, broeder. Dat is dat ding, man. Je weet. Hoe is dat ding zo te mogen kijken? Hoe voelt het dan? Lekker hoor. Het was lekker, we hebben net gezwommen mensen. We gaan nu naar Amsterdam. We gaan naar Amsterdam. We gaan Oezie naar huis brengen en daarna hebben wij nog een studio sessie. We gaan even snel richting de Albert Heijn. Albert Heijn vol, maar we mogen geen reclame maken. Jee. Nee, hebben ze allemaal opgenoten. Je hebt heel veel wereldlijke plannen. Wat is dat? Wereld,
wereldlijke plannen. Ja, gewoon qua Amerikaanse. Internationale plannen. Internationaal. Nee, gewoon, gewoon wereldse plannen. Dus je hebt heel veel wereldse grote plannen. Gewoon echt. Nee. Wereldse, misschien bedoelt hij met. Hoe is het? Ik ga het afmaken, dan ga ik beginnen. Ja. Wacht, ik ga het. Dus milieu en zo. Dat bedoel je toch? Kijk, dit is gewoon een moment, dit is gewoon een les voor jullie dat je gewoon soms je bek moet houden, je weet toch? Gewoon, soms moet je gewoon je bek houden en dat is gewoon geen schande. En soms, ja, dan, als je hem openzet, dan heb je gewoon schande. Wacht, stop. Hij zegt wereldse plannen, maar vraag je hem internationaal? Nee. Dat, wat bedoelt hij? Milieu en shit, dat ben je dat je... Laat hem even uitspreken en zeggen. Ruim gelijk. De vuile spreker, deel 2. Smijl. Zeer. Hij zegt typ als je naam goed, bro. Zijn we goed, toch? Oké, dan geef die pak, waarom lach je dan? Je koude bek. Die was een lachklink als chips, bro. Van die dat krabbel. Deze man laat mensen schrikken met die toeter als hij. Ik ga gestikt die mensen allemaal naar je kijken. Waarom toetert deze man? Ai, maar zeg het even, wereldse plannen, wat bedoel je daarmee, man? Dit is een Turkse bro, term, zeg dat, man. Bro, ik zeg eerlijk, volgens mij gebruik je aan woorden die hij zelf niet weet. Bro, wereldse plannen, wanneer heb ik dat ooit op school gehoord? Wat leg een stop als je zo lang gaat mee, boy. Wel, stop even, man. Nou, maar... Oké, ik ga je laten uitleggen, ja, nee. Wacht even, man. Even luchten. Mensen, hou je van dit soort dingen? Weet je het vaak? Je gaat 13 uur gewoon naar de Libby. En dan zie je deze shit via gewoon. Zie je gewoon anderhalf uur lang. Zie je dit soort grappen, jongens. Kijk, wereldse plannen. Dat zijn gewoon plannen die je hebt voor deze wereld. Dus je hebt plannen voor en ambities voor. Groot acteur worden en zo. En geen wereldse plannen. Dat zijn plannen zoals bidden. En plannen voor de volgende wereld. Dus dat je daarvoor ambities hebt. Oh, zo bedoel je. Ah. Ja. Dus wat was je vraag dan? Hebben jullie nog plannen zo... Dat zei hij. Plannen voor hier dus? Of bedoel je plannen voor daar? Voor ja, we zouden jullie nog willen bidden en zo. Tuurlijk zo, maar wij bidden ook, bro. Maar 5 keer per dag bedoel ik. Nee, dat bid ik, dat doe ik. Hoe vaak bid je? 6 keer? Hè? Hoe vaak bid je? 6 keer? Nee, ik bid eigenlijk... Ja, kijk, dat als je is dus bid, een ding. Kijk, laat me het zo dat zeggen. Ik probeer het gebed gewoon aan te houden zoveel mogelijk. Maar... Kijk, soms lukt het niet altijd en dan heb ik gewoon mezelf mee, want je moet gewoon tijd maken om te bidden. Oké, waarom denk je dat het niet lukt? Omdat er is te veel afleiding. Ik leid mijzelf te veel af. Dat is het. Niet per se, ik moet die focus gewoon erop leggen. Het is alsof je het We zijn gewoon meer bezig met acteren en met dingen. Nee, dat kan je en als smoes gebruiken. Maar dat kan je toch snel tussendoor. Want zelfs daar kan je het niet. Ja, je kan toch tussendoor. Weet je, het moet gewoon een gewoonte worden dat je tanden poetst. Moet jij 2 keer per dag je tanden poetst, moet je ook 5 keer per dag kunnen bidden. Dat is gewoon, je moet het gewoon even pushen. En dat ben ik nu mee bezig. Dus dat en stap aan. Maar wat als je morgen dood bent? Als ik morgen dood ben? Denk je daar wel eens aan? Ja, zeker. Wat zei je? Dan hoop ik dat Allah... Bro, Allah is groot, hè? Allah vergeeft. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, die weet gewoon. Ja, maar je kan niet alles doen en dan zeggen Allah vergeeft. Natuurlijk kan Nee, maar ik doe niet alles, maar bro. Wat bedoel je? Bro, jij weet toch? Jij moet gewoon een goed hart hebben, man, bro. Iedereen vult zijn geloof. Weet je, bro, aan het eind van de dag kan niemand judgen van God gaat je niet naar de hemel sturen of naar de hel. Want je bent God niet, begrijp wat ik bedoel? Ja, maar als het eind van de dag, bro. Als God heeft verplicht dat je 5 keer moet bidden, moet je 5 keer bidden. Sowieso, dat is gewoon. Dan kan je niet zeggen van je moet een goed hart hebben. Je hebt helemaal gelijk, man, bro. Je hebt precies gelijk. Maar toch, ja. Mensen, er zijn nu ouders die zelf niet eens kunnen bidden. Dan hoe kunnen zij het hun kinderen leren dan? Naar de moskee sturen, bro. Ja, naar de moskee sturen. Maar kijk, zo moet je het bekijken. Je bent op een bepaalde leeftijd. Zoals je een hele tekst als acteur kan leren en alles uit je hoofd. Ja, klopt. Kan je ook gewoon islamitische dingen leren. Nee, klopt, man, bro. Je hebt gelijk. En hoe je tijd maakt om een film op Netflix te kijken, kan je eigenlijk ook gewoon in het Koran kijken. Nou, man, jullie hebben gelijk. Dat is, daar ben ik ook helemaal niet aan het tegen. Dit soort dingen hoor ik elke dag, bro. Ja. Weet toch, want mijn moeder gaf les. Snap je? En je weet toch, het is gewoon een bepaalde mentaliteit waarmee je opgroeit op straat ook gewoon. En ook gewoon met je boys en ook gewoon op school. Ja, maar waardoor je die shit gewoon bijna niet doet. Niet doet, ja. En uiteindelijk moet je je discipline gewoon vinden en gewoon bidden 5 keer per dag. En hoe denken jullie dat bro, dat ik geef mezelf max deze maand inshallah en ik bid gewoon elke dag. Want ik hield het een hele lange tijd vol. Ja. Waarom kan ik dat nu niet, begrijp je? Ik kan het sowieso. Ja, iedereen kan het sowieso, man. Het gaat om de handeling ook. Hoe oprecht, ik wil een oprecht antwoord van jullie. Hoe belangrijk is geloof echt voor jullie? Voor mij? Ja. Voor mij van de 100%? Eigenlijk 80%. En wat is die 20%? Is dat twijfel of? Dat is geen twijfel. Dat is, ik vind het jammer dat mijn ouders me niet meer hebben geleerd.
Snap je? Dat is die 20%. Okay. Dus ik heb van dat geleerd. Kijk, eigenlijk mijn ouders hebben me heel veel geleerd. Ja, maar wil ik weer zeggen van, je kan het toch ook zelf. Mijn ouders hebben mij ook niet geleerd, maar ik heb het wel zelf gedaan. Ja, maar. Ja, klopt. Bij mij is geloof wel echt 95% en 5% niet. Ja. Bij elke keuze die ik maak. En wat is die 5% bij? 5% is gewoon koppigheid. Simpel. Want broer, mijn ouders, ik heb je al net verteld, mijn moeder gaf dus les, mijn vader stuurde me elke dag. Koppigheid, broer. Koppigheid, zo'n mooi woord. Je weet toch, je wil die leuke jongens zijn, je weet toch, je wil veel mensen wil je laten zien. Kijk, hoe kijk nu alleen, gewoon, al die rappers, 9 van de 10, broer. Je weet toch, ze doen bepaalde dingen voor de shine. Maar aan het eind van de dag denk je niet van, hey, ik kan morgen dood zijn en dan ga, je weet toch, ik neem mijn daden neem ik mee. En niet mijn, je weet toch, niet mijn rapteksten aan het eind van de dag. Dus je moet kijken, broer, wat ga je doen, wat wil je bereiken, wat wil je doen, wat wil je kinderen kunnen laten zien. Ik wil niet, ja, want zeg maar, hè, Bilal, jij zegt van, ik vind het jammer dat mijn ouders mij niet hebben geleerd. Ja. En later heb jij dan ook kinderen, wat is het zelf? Maar ik zeg eigenlijk fout nu, man, want als mijn moeder dit gaat zien, gaat ze me echt klap geven. Ik wat ja, zeggen, maar kijk, weet je wat met mij is? Ik beheers de Arabische taal niet goed. Je weet toch, ik beheers hem. Nee man broer, ik kan niet verder met jou. Ja, dat kan wel, maar ik kan niet verder. Over politiek kunnen we niet praten, je weet toch? Over islam kunnen we niet praten, man broer. Want die shit is gewoon te moeilijk. Het is moeilijke klanken en zo, je weet toch? Gewoon straatding. Wat zeg je? Het is echt moeilijk. Snap je? En die shit, de straat. En ik dacht. Maar heeft dat ook niet zelf geleerd? Je hebt geleerd dat ze jou kunnen leren. Wat zeg je? Je hebt geleerd dat ze jou kunnen leren. Ja, maar het ligt niet aan geleerders die jou het kunnen leren, broer. Dat weet ik. En dan ga ik ooit wel even de 10 doezel in stoppen. En dan heb ik het in. Het is gratis, man. Het is gratis, man. Ik volg les, ik ga naar Turkije, ik slaap, ik eet, ik krijg les, allemaal gratis. Ja, kijk, dat zie je. Zo leer je ook eens. Ook naar Turkije dan? Dat gaan we gewoon doen. Ga naar Marokko, je gaat echt 5 doezel in. Zeg maar, hè, ik geef maar een voorbeeld. Ja. Zouden jullie varkensvlees eten? Never. No, nooit. Ik heb laatst varkensvlees in Zuid-Afrika gegeten, per ongeluk. Ik had in Zuid-Afrika weer per ongeluk gegeten. Ik zeg tegen die man, wat is dit? Hij zegt chicken. Ik zeg die andere, chicken. Ik zeg, maar die ene leek aan een beetje, ik leek aan rarig. Maar hij zei chicken, broer. Dus ik denk, laat me het gewoon proeven. Ik was daar, ik vond niks lekker daar. Dus ik ging alles proeven om te kijken, misschien vind ik dit lekker, misschien vind ik dat lekker. Je weet toch? Ze zei, chop het. Nee, ik chop het helemaal op. Het was gewoon chalas. Ik zeg je eerlijk, het was lekker man broer, ik ga niet voor je liegen. Op een gegeven moment die kerel zegt tegen mij, hey bro, ben je niet moslim? En zo ja. En zo bro, dat is varken man. Ik zeg bro, ga niet liegen, maar die man zegt tegen mij, dat is een kok, die man zegt tegen mij, is chicken. Groen licht dan bro. Groen. Ja, is chicken. Ik zeg hoela. Ik kijk hem zo aan, ik zeg tegen die man, hey bro, je bent wel raar man, ik ga niet voor je liegen man. Maar hij was wel bang, ik ga niet voor je liegen. Ook dat. Gewoon zonder jokes man. Waarom lach je? Dat mag je toch gewoon zeggen. Je zal geen varken eten omdat dat haram is. Nee man, met broer, varken eet alles af. Het is haram en het is gewoon onrein man. Ja, het is gewoon onrein broer. Het is gewoon vies man. Varken eet alles af broer, ze eet hij is echt stront broer. Zou je alcohol drinken? Nee man. Ik weet niet man broer. Zeg je eerlijk man. Je weet waar ik naartoe ga. Je mag alles. Je weet nooit wat er gebeurt, begrijp je? Nee, maar het zal zeggen. Alcohol is net zo slecht voor je lichaam. Ik weet het bro. En het is net zo haram. Maar het zal zeggen, je weet toch. Klopt. Ik heb wel per ongeluk vroeger zo'n chocola met alcohol erin gegeten, je weet toch? Mm-hmm. Dan weten we dat. Nee, maar gewoon, het is een serieuze vraag, weet je? Nee, maar ja, kijk, zeg maar, laat me het zo zeggen, laat me gewoon eerlijk zijn, broer. Ik zou ooit gewoon, laat me het zo zeggen, ik denk wel dat het zou kunnen gebeuren en ja, zou zeker. Gewoon, maar waarom dan geen varken en wel ding? Want varken is gewoon, broer, ik wil dat niet, klaar. Ik vind dat gewoon niet lekker. Ja, dat is gewoon, ja. Oké, dus het is niet islamitisch gezien dat je geen varken wilt eten? Maar ook. Ja, ook. Maar alcohol ook. Als je alcohol drinkt, dan heb je ook een vies gevoel. Ik ga het nooit meer drinken. Geloof me. Ik ga het gewoon nooit meer drinken. Klaar of ik ga. Wanneer jij drinkt, dan heb je ook een slecht gevoel hoor. Geloof me, ik denk dat je lekker gaat drinken. Nooit gedronken. Hè? Ik heb ooit gedronken, zeker. Ja. Ik denk, broer, ik ga liggen voor jullie, broer. Hij weet dat, broer. Ik ga liggen voor jou, is het boor. Hè? Gelijk. Ja. Is wel verstandig. Tenminste, voor in de toekomst als je dat wilt. Dat je zondes ook gewoon voor jezelf houdt. Als je dat hebt gedaan, maar je hebt zelfs toegestaan om daarover te liegen tegen iemand. Zie je dat? Waarom? Omdat wanneer jij je zondes dus deelt, dan ga je iemand anders, zeg maar, medeverantwoordelijk, dat wordt ook weer, dan is hij getuigen. Getuigen ja, van jouw zonde. Ik heb nog gedronken, maar wat ik hier probeer. Ik ga nu weer een grapje van maken. Olij, met is een grapje, ik zweer het je. Mensen, je weet toch, je moet gewoon niet drinken en niet roken en niet... Maar stel je voor, maar deze is wel vies. Dus stel je voor, ik zeg tegen je, dus ik vraag nu aan jou, heb je gedronken? Maar stel je voor, je hebt ooit gedronken, ja? Zeg maar nee. Nee, oké.
Maar dan komt iemand anders daar zo aanlopen. En zegt, bro, what the fuck lul je, bro? Waar vorige week in Jimmy Woo al gegaan? Wat lul je? We zijn batra's alles. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo, hè? Nee. Ik heb foto's, ik heb alles al gegaan. Ik heb video's, kijk deze. Ben ik niet... kijk deze, die is fire, bro. Wat is dit? Ik weet dat niet meer. Je weet niet meer. Misschien moet je nog een slokje nemen, dan weet je het. Nee, je hebt gelijk. Nee, maar je hebt gelijk, bro. Je moet je zondes nooit openbaren, toch? Maar Allah vergeeft zondes die geopenbaard worden minder snel dan zondes die gewoon openstaan. Klopt. Ja, maar daar geloof ik wel in. Zo'n boeddhist zegt dit nu ook tegen iemand zo. Boeddhisten, die geloven in die kleine, dikke mannetje, toch? Dikke man. Die heeft geen respect, man. Je hebt geen respect, man. Bro, ik bedoel het niet verkeerd. Holla bro, ik bedoel gewoon niet geloven. Ze geloven in. Ze geloven in. Juist. Ja, maar. Koeien zo. Ze geloven. En ze geloven in hoe noem je dat? Reclassering. Reclassering, wat zeg jij nou? Te veel reclassering deze maand gekregen. Reïncarnering. Incarnatie. Reïncarnatie. Wij gaan nu naar de studio even wat te eten halen. Zelf, ik ga het gewoon doen. 13 juni, de Libby in de bio. Je weet zelf, alleen maar liefde. Thanks, man. Thanks voor het kijken. Subscribe. Duimpje omhoog. Of stop hem gewoon in. Of gooi hem in je kontje. Het zijn grapje. Liefde, joh. Mwah. In ieder geval, thanks dat je bent gekomen. Je weet het, maar liefde. We gaan snel wat gek. Ja, maar waar Libby zo. Ik kom ook naar de Libby mensen. Daar ga ik ook een leuk videootje maken. Wat gaan we nu doen? We gaan heel even naar de Albert Heijn. Ja. We gaan gewoon een beetje chappen. Ik ga niet voor je liegen, bro. Ik heb last minute. Niet hou. Je weet het, vloeken de riskers. Hoe noem je dat? Ik heb eigenlijk voor je gezorgd dat je bij mij thuis kwam eten. Mijn moeder zou alles maken. Ja. Dit, dat. Dit is erg, man. Ja, sorry, man, broer. En jij was ook last minute, zei ik heb je nodig. En ik zei, let's go. En toen dacht ik van, weet je wat? Tenminste, ik kreeg opeens een afspraak in de studio met Hef en Reefers, dus daar gaan we nu naartoe. We zijn een beetje te laat, we moeten snel doen. We gaan niet naar deze Albert Heijn, want deze Albert Heijn heeft niks. We gaan naar die hierachter. Oké. Okay. En dan kunnen we gewoon lekker uitkiezen wat we kunnen eten, man, bro. Sorry voor dit, hè, Ilias. Kijk, nee, dit keer dit expres, toch? Nee. Hij noemt me al de hele dag Ilias, gewoon. Ik heb gewoon iets van mij. Jawel, man. Maar de afgelopen drie uur gewoon. Mag je even met z'n rammen dan? Nee, ik heb een mattie, dat heb ik vaker. Ik heb een mattie gewoon, die Ilias heet. En als dan Smile nu komt met mij chillen. Mm. Hij hoort op mijn telefoon als Ilias. Maar hij weet dat ik loop van hem heb. We hebben de hele dag echt gelachen. Dat is echt. Met vet, hè, zo'n camera. Hey, eet smakelijk, hè, Bila. Hey, bro, op zacht. Bassaha. Bila, de dag zit erop. Ja, man. Hoe gaat het gaan? Het lekker gaan, kijk hier. Hoe voelt het? Voelt gevaarlijk, man. Iedereen die wordt gevraagd of gasten met vasten. Vasten met gasten, wat is het nou? Vasten met gasten. Vasten met gasten. Ilias. Als je geen ja zegt, ben je een boele. Maar dit is de leukste dag, ik zweer het. Van heel is lang. Leuk, hè? Ja, man. Ja, man, was echt leuk, ik ga even man. Dit was Charles. We hebben lekker een fotoshootje gehad. We zijn lekker gaan zwemmen. Maar ook de sfeer was gewoon echt niet normaal leuk, man. Snap je? Het was gevaarlijk. Oprecht, ik meen ik het maar. Echt, ik vond het gevaarlijk. Blijf dit zo lang mogelijk doen, man. Ik zweer het, man. Ik blijf het checken. Heel de buurt blijft het checken. Je weet toch? Heel Amsterdam West blijft die shit checken. Je weet toch? Look at the risk. Salam alaikum. Lobby. Ik spreek jullie. Sheesh.